beseffen dat het niet meer door kan gaan zoals het gegaan is. Meer groen in de steden. Als je Nederland duurzaam wil maken, moet je het in ieder geval met inwoners, met bedrijven bedenken wat je gaat doen en niet opleggen. We beginnen met financiële stelselveranderingen. Misschien een boerenkool eten in plaats van een biefstuk. En van harte welkom bij de Nacht van de Leefomgeving. Het grote vraagstuk wat betreft duurzame vernieuwing is voor mij. Maar dit is een beetje wat er dan uitkomt, Hans. De keten, de reële kosten, de circulaire economie wordt nu wat vaker genoemd. Ga jij op al deze vragen antwoord geven? Nederland duurzaam vernieuwen is de boodschap van 2018. Na jaren van verkennen, van agenderen, gaat het nu meer en meer om het echt aanpakken van de grote milieuopgave. En wel op een manier die de hele samenleving meeneemt. Nederland, zeggen wij, gaat op de schop. De balans van de leefomgeving 2018. Zo'n rapport is een graadmeter voor het beleid. En daarmee een instrument. Om te zien wat goed gaat. En te zien waar een inhaalslag of een versteviging nodig is. En ik ben blij met de positieve punten. De kwaliteit van de leefomgeving is echt wezenlijk verbeterd. Op onderwerpen als bodem en drinkwater scoren we goed. Maar het is ook heel helder dat er nog een hele grote opgave ligt. Wat moet er gebeuren om die duurzame vernieuwing te halen? En als u het toverstafje zou hebben, dat heeft u in ieder geval de komende 10 seconden, dan mag u het nu intikken. Geld, actie, innovatie, Stientje. Nou, kijk. Bedoel je met een andere economie gebaseerd op andere principes? We kunnen wel blijven consumeren. Dat kun je wel circulair proberen op te lossen. Ja. Maar dan blijf je in die beweging zitten. En als je echt duurzaam wil zijn, moet je ook duurzaam willen leven. En ook eens je levensstijl misschien willen heroverwegen. Echt. Nou, en dan gaan we nu een paar mensen uitnodigen die dat mogen oplossen. Ik vind het ontzettend goed dat de samenleving kritisch meekijkt. Ik vind het wel fijn als de samenleving kritisch meedenkt. Wat is nu wat jullie doen om Nederland te verduurzamen? Nou, ten eerste, als je via een korte keten werkt, ja, maak je gewoon minder voedselkilometers. Veel boeren produceren voor de anonieme wereldmarkt. Ja. Maar op het moment dat ze weten dat ze eigenlijk leveren aan het ziekenhuis om de hoek, wat gebeurt er dan met die mensen? Nou? Nou, dan worden ze trots op. Ja. Gaan ze denken van, hey, kan ik het niet beter doen? Ja. Want je kunt er ook vanuit een positief vliegwiel aanjagen. Zeker. En dat proberen wij heel erg te doen. De overheid moet terugtreden en regels schrappen voor meer initiatieven vanuit het bedrijfsleven. Kijk. We moeten de samenleving en de burger betrekken, anders komen we nooit tot een goede verdeling van lusten en lasten. Marco Pastors? Er zit echt een energieverschil tussen, zeg maar, de mate waarin hoogopgeleiden over duurzaamheid willen praten, vergeleken met waarin ze over integratie, immigratie, ja, cultuur, religie, en daar moeten we rekening mee blijven houden. Enzovoort. De energietransitie gaat niet over individuele huizen. Nee. Maar gaat ook over hoe gaan we gezamenlijk opslaan. Gaan we dat in de kelder doen? Ja. Of gaan we dat samen in de buurt doen? Warmte, energie, nou, dat soort dingen. Ik denk dat daar ook een vraag in de vorm van gezamenlijkheid op zit. En hoe gaan we die druk, hoe gaan we die opvangen? En ik heb het antwoord niet. 65% zei in deze zaal, het tempo is te laag. We moeten het echt samen doen en we zullen mensen moeten meenemen. Niet alleen in de lusten en lasten, maar ook in de afweging van hoe doen we het. Ja. Nederland moet op de schop. We zullen het wel samen moeten gaan doen. Maar ik heb gehoopt dat in mijn lijstjes goed is doorgedrongen dat wij waarschuwen voor het feit om het alleen maar als technisch vraagstuk op te pakken. Wat is jouw impressie van de avond? Nou, ik vond het een spannend verhaal om inderdaad een keer die sociaal-economische kant op de agenda te zetten. En ik vond het gewoon een leuk onderwerp om te doen. En ik hoop dat het bij jullie ook doorklinkt. En dat je allemaal enthousiast bent om het mee aan de slag te gaan. Halleluja! Halleluja! En dat zou ik hier willen doen.